Hey, daar ben ik weer. Ik zit in de auto. Ik wacht op Esmee. Het is bijna tijd dat zij uit de school komt. Het regent buiten. Ik weet niet of het bij jullie is. Maar hier in de Hoofddorp is het grijs, grauw en herfst. En ik kan niet wachten tot spring en summer. Maar ja, ook dit seizoen moeten we weer doorheen. En we hebben het eigenlijk nog wel getroffen. Maar genoeg over het weer. Het is even bijkomen. Het was een. Gisteren laat geworden. We hebben een geweldig, geweldig huiskamerconcert gehad. Met John en Valerie Guerra. En dankjewel Leon van de Steensel dat we zo even kunnen connecten. En dat we dit zo hebben kunnen kortsluiten. En ik kan voor iedereen spreken. Het was een avond waar ook gewoon diepe impact. Gewoon de woorden, de muziek, zijn verhaal. Het heeft ons allemaal geraakt. We zijn nog enorm geraakt. Ja, en enthousiast. Ik zit toch een beetje na te glowen. Zo. Wauw. En nu even wacht ik eens mee. Wat kan ik zeggen? Ik was grappig. Ik zat net even met een vriend van mij aan de telefoon. Deze week, 2 weken, zijn wij bezig met voor onszelf een family challenge. En een family challenge betekent eigenlijk ieder geval een challenge voor onszelf. Dus even 2 weken volle bak. Focus hebben op gewoon gezin. Gewoon gezin zijn. Aandacht hebben voor elkaar. Luisteren naar elkaar. Dingen die ons vaak afleiden. Telefoons en computers en andere zaken. Dat we die gewoon even opzij zetten. En elkaar gewoon tijdens de koffietijd, de theetijd recht in de ogen aankijken. En vragen hoe is het met je? En bla 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 bla. Ook misschien gewoon eventjes er even uit te gaan. Van de week ben ik met Jeremy er even uitgegaan. Hij was vrij we zijn naar Lisse gegaan en we hebben daar lekker wat gedronken. En we hebben daar elkaar even leuk gesproken. En we hebben fun gehad gewoon op straat. En het was gewoon goed om elkaar te spreken. En meestal, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb zo'n idee dat ik aandacht heb. Maar dan kom ik erachter, als deze week kom ik erachter, dat ik het niet altijd heb. En dat heeft gewoon te maken dat ik eigenlijk te vaak afgeleid ben met andere dingen. Ik zit vaak in mijn eigen kokonnetje en dan reageer ik op iets en dan eigenlijk gaat het een of ander uit. En nu deze week heb ik besloten om dat nou niet te doen. En vooral het moment dat ik aan tafel zit, het moment dat ik echt zeg, nou ik deze 2 uur of deze 3 kwartier, daar ga ik gewoon even met jou zijn, met jullie zijn. En dan kijk ik even in die ogen en recht in de pupillen. En dan kom ik eigenlijk tot het punt dat ik denk van, daar heb ik een lange tijd niet in gekeken. En ik weet nog wel dat gisteren zat ik dan even met Esmee. En ze zegt, kijk me dan even aan. En ik wil je gewoon even spreken, hoe is het met je? En dan, nou ja, dan kijkt ze me even aan en dan kijkt ze weg. Ik zeg, maar nog even. Dan kijkt ze me aan en opeens begint ze te vertellen. En we kijken elkaar dan recht in de ogen. En dan, wauw, voel ik weer de connectie. En ook zo met Jeremy. En ook zo met Jonah. En dan denk ik bij mezelf, oh, hoe vaak doen we dit? Dat we echt elkaar in de ogen aankijken. En voor de ouders, voor de ouder die dit hoort. En die datzelfde probleem hebben, net zoals ik, dat je geen tijd hebt. Of dat je denkt, oh, het slipt me even door de vingers. Weet je, kijk elkaar gewoon echt even aan. Maar neem ook de tijd voor. Alles maar 5 minuutjes dat je alles wegzet. Kopje thee, limonade, koekje erbij, chocolaatje erbij. En denk van ik ga jou in de ogen kijken. In jouw kopje. Ik wil weten hoe die eruit ziet. Ik wil weten wat er in je kopje omgaat. Zo, dat is mijn challenge. Een van de dingen waar ik heel bewust mee aan de slag ben. Ga deze komende 2 weken de Family Challenge oprechte interesse. Nou, later meer. Ik ga eens meehalen, want dat is ook belangrijk. En tot later, lieve mensen. Hoi.